Stap in de wereld van de Teacher Tech Heroes, een krachtige podcastreeks vol inspirerende interviews met toegewijde leraren. Ontdek hun successen en uitdagingen en hoe ze technologie gebruiken bij hun dagelijkse onderwijs. Jouw gastvrouw, Laura Walter-Goudsmit, ging in gesprek met leraren in Nederland. In een wereld die nooit stilstaat, waar groei en verandering de norm zijn, ontdekken we samen hoe deze leraren voortdurend evolueren, verbeteren en leren. Laat je inspireren door deze dynamische podcastafleveringen die een podium geven aan de leraren en aan onderwijs in een digitale maatschappij. Dit zijn onze Teacher Tech Heroes. Welkom iedereen bij de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Heroes. En nieuwe aflevering, nieuwe gast bij mij in de podcast. Welkom Bas. Dankjewel. Wel. Hey Bas, superleuk dat je vandaag even in gesprek met mij gaat over digitalisering van het onderwijs. Maar voordat we de diepte ingaan, zou jij je voor de kijkers en luisteraars, wat we doen met beeld, dus heel veel mensen waarderen dat, even willen voorstellen. Ja, mijn naam is Bas Hummel. Ik ben werkzaam op de Bredero School in Groningen. Ik ben getrouwd met Martine. Ik ben vader van twee kinderen, Luc en Nora. En ik ben veel bezig met digitale geletterdheid in het onderwijs. Ja. Ja, inderdaad. Dat mag je wel stellen. Jij bent even nu gewoon werkzaam op een school. Maar naast ook je werkzaamheden op school doe je ook nog heel veel andere dingen rondom digitale geletterdheid. Maar ja. Hoe ben jij voor de klas komen te staan? Ja, dat is inmiddels alweer 20 jaar geleden. Ik kom uit een onderwijsfamilie. Mijn vader stond voor de klas, mijn moeder stond voor de klas. En ik had zelf altijd zoiets van, ik vind alles prima, maar ik wil één ding en dat is niet voor de klas. En dat ging toch een beetje anders. Mijn vader werkte in speciaal basisonderwijs en ik had echt geen idee wat ik moest gaan studeren, eerlijk gezegd. En mijn vader die vroeg mij eens een keer mee als begeleider voor een schoolkamp. En hij werkte dus in het speciaal basisonderwijs. Ik ben meegegaan en toen dacht ik van eigenlijk vind ik dit toch wel heel erg fantastisch. En ik vond die doelgroep vooral ook heel erg mooi. En toen ben ik de PABO gaan doen. Echt geen moment spijt van gehad. Echt een hele leuke opleiding vond ik het. En ik ben ook begonnen te werken in het speciaal basisonderwijs. Ja, dus zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja, en dus je bent meester, hè? We hebben heel veel juffen gehad in de podcast, maar weinig meester. Nou, ik moet wel zeggen, we doen het best wel goed in de verdeling tussen de mannen en de vrouwen. Maar was dat toen ook al in de tijd dat jij de PABO deed, dat er zo weinig meesters waren? Ja, het was op de opleiding sowieso. Het aantal mannen was inderdaad wel, we waren flink ondervertegenwoordigd. Dat klopt. En op de scholen waar ik kwam te werken, ik heb inderdaad regelmatig wel kinderen in de klas gehad die dan voor het eerst de meester hadden inderdaad. Ja, zeker. Ja, wat grappig hè. Maar wel, de meesters blijven altijd hangen. Ik heb echt een paar meesters gehad in mijn basisschooltijd in mijn kleine dorp in Frankrijk. En een van hun was de directeur ook. Gewoon mijn laatste jaar. Die was echt streng joh. Maar mijn meester van de, het was groep 7, dat was echt, die was gepassioneerd door de natuur. Die deed de gekste dingen met ons gewoon. Die ging naar buiten. Die deden eitjes s'avonds om sterren te kijken. En dat soort dingen. Dat was echt gewoon een meester gewoon buiten het klaslokaal. Dat was echt fantastisch. Ja, wel mooi. En die brede ontwikkeling inderdaad, hè, die dan ook gelijk te pakken heeft. Ja, dat doen we bij ons op school ook. Is misschien wel leuk om te vertellen. Hè. We hebben aparte lessen digitale geletterdheid, waar ik 2 dagen in de week voor ben uitgeroosterd. En we hebben een eigen lokaal hebben ingericht, dat noemen we het e-lab. En daar ontvang ik groep 1 tot en met 8. En die lessen digitale geletterdheid verzorg ik dus. Het brede aanbod is nog veel meer eigenlijk. Hè? Want we krijgen ook buitenlessen, krijgen de kinderen bij ons op school. We hebben een eigen buitenlokaal bij ons op school. Ja, en daar hebben we ook een aparte leerkracht voor. Hè? We hebben zelfs een eigen buiten lokaal. Dus gewoon, dat stelt niet heel veel voor. Het is een groot tuinhuisje, zeg maar. Maar bij extreem slecht weer, dan kunnen ze daar dan kunnen de leerlingen binnen zitten. Maar we hebben wel het motto is wel slecht weer bestaan niet, slechte kleding wel. Dat is een motto. Dus we gaan eigenlijk altijd naar buiten.
Niet elke leerkracht is het eens met dat motto trouwens, hoor, maar dat is even tussen ons gezet. Kan me wat bij voorstellen, dat niet iedereen dat super chill vindt. Nee. En, maar ze krijgen ook nog handvaardigheidslessen krijgen ze ook nog aangeboden door een aparte leerkracht ervoor. Dus het brede aanbod hebben we zeker. En ja, dat vind ik toch ook wel heel erg fijn en belangrijk, hoor. Ja, precies. Want we zitten nu, terwijl we opnemen, mei 2024. Nieuwe curriculum, kerndoelen digitale geletterdheid. Ja. Maar bij jullie in de stichting en op school doen jullie dit al veel langer. Jullie hebben echt niet gewacht voordat het officieel een basisvaardigheden werd. En dat werd gewoon helemaal uitgekiend om het echt te gaan doen, toch Bas? Nee, klopt. Nee, in 2016 zijn we gestart. En binnen Openbaar Onderwijs Groningen. En dat was mijn toenmalige bestuurder Theo Daalma. Die zei van, we gaan het gewoon doen. En die heeft inderdaad al wel een vooruitziende blik gehad. En die heeft daar ook echt toen nog goed op ingezet. Die heeft een goede projectstructuur neergezet. Dus hij heeft er echt op elke school heeft hij iemand verantwoordelijk gemaakt. Die de kar zou trekken op het gebied van digitale geletterdheid. We zaten in de beginperiode, dus het SLO was ook bezig toen met die aanboddoelen die er nog niet waren. Dus we zijn ook met SLO zijn we toch wel samen opgetrokken om die aanboddoelen te formuleren. En toen was het aan ons. Hè. Ik was bijvoorbeeld ook deelprojectleider dan op onze school. En zijn we met een heel netwerk van deelprojectleiders hebben we eigenlijk vormgegeven aan die lessen. En dat was een hele mooie periode, want er was eigenlijk nog vrij weinig lesmateriaal beschikbaar. Dus we moesten ook wel zelf, bijvoorbeeld veel lessen zelf ontwikkelen. Ja. Dat ging met vallen en opstaan. En eigenlijk nog steeds. Hè. Maar je merkt wel dat het gewoon, dat het wel gewoon staat. Hè, nu. Er is op alle scholen, zowel PO als VO, is er gewoon aandacht voor digitale geletterdheid. Ja, en ik denk dat gewoon heel veel meerwaarde heeft gehad om daar al gewoon vroeg mee te beginnen. Ja, precies. En het was ook echt lekker pionieren, want je geeft het aan. Er was eigenlijk niks. Hè. Er waren ook niet hele duidelijke definities. Ja, het begon dan net hè, onder de 21ste eeuwse vaardigheden. En dat je dan gewoon vier deelgebieden had voor digitale geletterdheid. Wat ook nu deels nog steeds in de nieuwe doelen terugkomt. Maar en de nieuwe kerndoelen zijn ietsjes anders benoemd. Maar jullie hebben dus gewoon al 8 jaar lang gezorgd dat kinderen in aanraking komen met die digitaliseringswereld en ook echt gewoon begrijpen wat mediawijsheid is, wat veiligheid is, wat gewoon alles wat erbij komt. Ja. En dat is niet op één school van de stichting, maar dat hebben jullie gewoon breed gedaan. Dus en dat vroeg ook wel lef om dit gewoon te gaan doen, terwijl het eigenlijk helemaal geen officieel vak of een stuk curriculum was. Klopt. En dat is echt ook wel, toch de vooruitziende blik geweest van Theo. Toen de tijd. En hij heeft er natuurlijk geld voor vrijgemaakt. Hè, want er moesten mensen voor worden uitgeroosterd. Maar geld voor mensen inderdaad uit te roosteren. Maar ook voor middelen. Hè. Dus we hebben ook gewoon echt heel veel nieuwe computers gekregen. De infrastructuur, wifi-netwerken en zo zijn allemaal aangepakt. Ja, want die basisvoorwaarden die moeten natuurlijk gewoon goed op orde zijn. Want anders is het gedoemd te mislukken. Maar dus het heeft... er is fors op ingezet, maar het heeft wel zijn vruchten afgeworpen, ja. Ja, precies. Ja. En jij bent dus nu uitgeroosterd, 2 dagen in de week, om dan alle lessen digitale geletterdheid te voorzien voor de kinderen van de school waar jij in geeft. Ja, niet helemaal hoor. Het is, digitale geletterdheid is nog steeds een onderdeel gewoon van de praktijk, van de leerkracht, zeg maar. Ja. Dus digitale geletterdheid komt gewoon nog terug in de klasse zelf. De lessen die ik geef, die zijn echt bedoeld om een verdiepingsslag aan te brengen. Dus bijvoorbeeld lessen over kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Die mag ik dan verzorgen. Hè? Of het programmeergedeelte. Hè? Dus heel veel leerkrachten vinden dat vooral een lastig gedeelte. Hè? Dat blijkt ook uit onderzoek, hè? Het computational thinking deel. Nou ja, bij mijn lessen gaan we wat meer de diepte in. Precies, en die lessen, je gaf aan, hè, dus digitale geletterdheid is echt een onderdeel die ze al in de klas hebben gedaan. Is dat dan afkomstig van die periode waar jullie dus die hele leerlijn hebben neergezet en toen waren de ambassadeurs en is dat zo doorgestippeld? Want dat is niet vanzelfsprekend op elk school hier in Nederland.
Nee, dat klopt. Dat is zeker daarvan afkomstig. Waar we ook echt wel op in hebben gezet is toch die professionalisering. Dus de scholing van leerkrachten. Ook de scholing gewoon van die deelprojectleiders die nog steeds staat. Om toch die kennis gewoon up-to-date te houden. Wat bijvoorbeeld binnen ons bestuur heel mooi wordt gedaan. Hè? Er worden masterclasses georganiseerd over verschillende thema's. Om gewoon het wel levend te houden, weet je wel. En dat wordt ook van ons deelprojectleiders wel verwacht. Dat het gewoon een terugkomend iets is. Bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen. Of tijdens margedagen bijvoorbeeld. Ja. Dat wij als deelprojectleider ook onze eigen collega's daarin scholen. En dus ook gewoon heel praktisch bezig gaan. Hoe kunnen we dit nou gaan integreren in de lessen die we elke dag gewoon aan de kinderen geven. En op die manier, door het daar ook gewoon met elkaar over te hebben en daar samen toch een visie op te ontwikkelen, merk je gewoon dat het ook wel gewoon een stevige plek heeft gekregen hè, binnen het curriculum. Ja. Ja, want dat is wel belangrijk. Hè? Er is natuurlijk gewoon een hele discussie nog steeds gaande. Is digitale geletterdheid gewoon een apart vak? Of is het gewoon, moet het vak geïntegreerd? Nou, ik heb daar wel echt een hele sterke persoonlijke mening over. Dat weet iedereen. Hè? Voor mij moet het echt vak geïntegreerd. Maar ik denk dat het ook wel heel erg waardevol is als je verdieping kan bieden. Nog naast gewoon het dagelijkse lesgeven. Gewoon in je eigen klas met je eigen groep. Ja. Nou, ik ben er helemaal voor, weet je. Ik vind die integratie inderdaad super belangrijk. Ik denk wel dat er wel onderwerpen zijn tegenwoordig waarbij je best wel expertise of leerkrachten moet hebben die een bepaalde expertise in iets hebben. Om het ook goed te kunnen overbrengen aan de leerlingen. En of inderdaad ook aan de collega's. En sowieso denk ik dat de rol van de e-coach of i-coach. Ik hou zelf niet zo van die ICT-coördinator. Ik probeer dat woord een beetje te vermijden. Maar, nee, ik ook. Maar ik ga voor de i-coach. Ik vind hem gewoon veel passender. Ja. Precies. En ik denk dat die rol best ook wel nog wel eens wat serieus mag worden genomen ook binnen het onderwijs. Want vandaag ook weer een bericht toevallig op de NOS. Hè, dat eigenlijk heel veel scholen eigenlijk geen idee hebben van hoe die algoritmes werken. Hè, van de methodes die worden gebruikt en dergelijke. Ik denk dat het heel waardevol is om ook een e-coach of een i-coach te hebben op school die... Die daar ook visie op heeft. Hè? Die dus inderdaad dat soort dingen ook kan doorzien van maken we allemaal, zijn de keuzes die we maken, zijn die ethisch bijvoorbeeld? Dat mis ik af en toe nog wel eens hoor. Ik denk van dat eigenlijk zou elke school gewoon wat mij betreft een e-coach moeten hebben die daar gewoon ook in is opgeleid. Ja, daar kennis van heeft. Ja. En we zien natuurlijk wel dat die beweging meer en meer komt. Hè? Dat er nu meer en meer scholen echt ook een i-coach is. En dat is niet meer de ICT-coördinator van vroeger. Hè? Met gewoon zijn schroevendraaier. En gechargeerd gewoon. Die alles ging fixen. Maar het is echt gewoon onderwijskundige. En inhoudelijk die ook een rol speelt bij het keuze inderdaad. Ja. Van een methode en de digitale componenten daarvan. Maar ook het vormgeven aan een curriculum digitale geletterdheid. Deels vak geïntegreerd, deels gewoon misschien ernaast, wat ook helemaal prima is. Maar die schakel is ook essentieel gewoon tussen het team van leraren, de directie en juist dat aspect van een verbinding van beide. Zeker omdat we nog steeds praten heel veel over onderwijs en ICT, terwijl het eigenlijk digitaal onderwijs is. Ja, zeker. We spreken ook niet over maatschappij en ICT. We weten allemaal dat onze maatschappij vet gedigitaliseerd is. Dus dat we niet er omheen kunnen. Ja. En we hadden het net in het voorstukje. Gaf je aan dat jij mocht werken aan het samenstellen van een mooie lespakket. Hè, voor Future NL rondom Artificial Intelligence. Kan je ons daar een beetje in meenemen? En misschien ook de mensen die gaan luisteren naar de podcast. Misschien een beetje prikkelen van hey, hier kan je straks gewoon zelf hiermee aan de slag in je klas. Ja. Ja, het was inderdaad een mooi project. Vanaf 2017 maak ik DigiDoeners. Dat zijn inderdaad de lessen van Future NL die te vinden zijn op LessonUp bijvoorbeeld. Maar ook op Ginzy staan de lessen. Dit jaar mocht ik inderdaad de Nationale AI-cursus junior mocht ik van een update voorzien.
De oude cursus stamt nog uit 2019 en is op zich nog wel een hele mooie cursus trouwens hoor. Staat ook gewoon nog online. En dat, daar wordt ook echt wel, met name ook hè, de menselijke kant, hè, het mens-machine aspect zeg maar. Hè, ja, dat komt daar heel mooi in terug. Maar ja, de laatste tijd gaat het natuurlijk, draait het om generatieve AI. En dat was er uiteraard toen nog niet. Ja. Dus ik heb de cursus mogen vernieuwen inderdaad. En de focus ligt toch voor een groot deel op generatieve AI. Ja. Toevallig vandaag, echt super toevallig, zijn de lessen vandaag online komen te staan. We nemen op 13 mei, dus als wanneer de podcast wordt uitgezonden over een paar weken, is die al eventjes online. En hebben we in de community van digitaal onderwijs al heel veel geluid ervoor gemaakt, dus duidelijk. Ja. Nou, dan ben ik ook heel benieuwd inderdaad hoe de ervaringen zijn natuurlijk met de lessenserie. Generatief AI. En het was voor mij een hele mooie uitdaging, omdat er nog heel weinig referentiemateriaal was. Later is het Klokhuis bijvoorbeeld mooi materiaal gemaakt. Ja. Microsoft heeft Nederlands materiaal nog heel recent ook gemaakt. Maar ik had heel weinig lesmateriaal eigenlijk waar ik mezelf aan kon refereren. En dat was het ook wel heel erg leuk daardoor. Wat ik heb geprobeerd is om een lessenserie te maken waarbij kinderen heel erg zelf ook gaan experimenteren. Dus zelf echt tools gaan gebruiken, ook gaan ontdekken van wat kan er nou wel, wat kan er nou niet. Omdat ik echt van mening ben dat juist door dat gewoon te doen, dat is eigenlijk het meest leerzame. Dus ik wil wel de lessenserie even langs gaan. We beginnen met een introductie op AI, dat is de eerste les. Trouwens, elke les bevat ook een ethisch dilemma. Dus ethiek is een erg belangrijk onderwerp. Dat vind ik wel heel belangrijk, want ik ben heel erg kritisch. Dat weten mensen heel erg veel over mij. Ja. Digitalisering prima, AI ook prima. Maar de ethische kant vind ik gewoon wel echt het gesprek ook die moet gevoerd worden. En die publieke waarde ook, hè, die regie gewoon over dat stukje veiligheid en ethiek. Zeker, en juist dat kritisch denken inderdaad, hè, dat wat mij betreft, maar laten we daar niet te veel op inzoomen, hè, maar zou er inderdaad veel meer tijd ook mogen worden vrijgemaakt voor dat kritisch denken en filosofie bijvoorbeeld ook in de klas, hè, om dit soort thema's toch te bespreken. Les 2 gaat over generatieve AI, dan gaan kinderen echt met verschillende tools, met beeld genereren bijvoorbeeld, video genereren gaan ze ook nog doen. Les 3 gaat over machine learning en neurale netwerken. En les 4 gaat echt specifiek in op de risico's en kansen van AI. Kijk. En de laatste les gaan we echt bezig met prompting. En dan gaan ze echt daarop inzoomen. Van waar voldoet nou echt een goed prompt aan? En gaan ze eigenlijk herhalen wat ze de vorige les hebben gedaan. En gaan ze dus, sommige prompts gaan ze nog wat fine-tunen. Dus dat is een beetje hoe het staat qua structuur. Wat ik zei, inderdaad, veel aandacht voor ethiek. Ja. Ik kan wel een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Doe maar. Ja. Ik denk dat het heel erg waardevol is. Kijk, ik weet heel veel over het onderwerp. Maar ik denk die dan gaan luisteren wel geprikkeld worden. En misschien ook denken van, ik ga even kijken en ik ga het zelf uitproberen met de kinderen in de klas. Nou, een van de dilemma's is bijvoorbeeld, hoe kunnen mensen zelf nog creatief en vernieuwend blijven als we AI-systemen kunnen gebruiken die beter of sneller zijn dan wij in sommige taken. En om daar samen met kinderen over te praten. En terwijl ik deze... wat ik wel grappig vond, dan ook weer als we kijken naar bijvoorbeeld dat nieuws van gisteren, die Apple-reclame. Die wals inderdaad, waarbij die al die instrumenten en dergelijke en schilden, schildersezels en allemaal werd fijn gedrukt. Dan denk ik van, we moeten dat gesprek wel voeren. En kinderen hebben daar ook echt een mening wel over. En wat ik eigenlijk ook stiekem wel een beetje hoop is dat leerkrachten deze lessenserie gebruiken als een soort rode draad, maar dat ze zelf inderdaad ook wel dit soort actualiteiten erbij gaan halen. En ook als voorbeeld gaan geven, want het gaat zo ongelooflijk rap. Hè? Ik heb nu al wat tools erin verwerkt waarvan ik denk van eigenlijk had ik misschien wel die andere tool, die net nieuwere tool, die net wat beter is, had ik er wel in willen opnemen. Ja.
Dus dat wordt ook wel benadrukt hoor in de handleiding van zie de tools die we aanbieden als een inspiratie. Maar voel je vooral vrij om ook zelf invulling te geven aan bepaalde zaken. En ik noem even dat voorbeeld van die video. Hè. Ergens hoop ik ook wel hè, dat leerkrachten dan die video erbij pakken, die commercial van Apple. En dat inderdaad kinderen daar een mening over gaan vormen, weet je wel. Dus dat is denk ik een hele mooie aanleiding om zo'n gesprek te voeren. Ja, maar het is ook wel belangrijk, hè? Juist als je dat soort dingen gewoon meeneemt, hè? Die kinderen ook mogelijk hebben gezien. Hè? Dat is gewoon een belevenis. Nou, de hele wereld heeft nu in Rep in Roer al 3 dagen van Joost Klein. Hè? Dat is gewoon bijvoorbeeld, wat het thema is. Maar het is gewoon die actualiteitsmomenten in het leven van de kinderen maken het ook heel tastbaar, zodat ze het ook gewoon kunnen vertalen. Want als je kinderen gaat vragen, ja, welke baan denk je dat straks niet meer bestaat met AI? Ja. Dan blijven ze allemaal een beetje hangen en denken ze gelijk aan robots, weet je. Maar volwassenen doen dat ook. Maar als je dat soort voorbeelden neemt en als je dat kan laten zien, of ook dat je inderdaad gewoon video's kan genereren met niet eens gewoon 20 seconden van je eigen stem en een paar erkenningspunten gewoon op je gezicht, dat die zomaar een video van je kan maken. Ja, dat is ook wel iets dat ook een beetje bang kan maken, maar het is wel goed dat we weten dat die gevaren er zijn, want dan tik je ook weer aan mediawijsheid en aan nepnieuws en aan gewoon niet alles wat je ziet gewoon echt is. Ja, inderdaad, de nuancering, hè, dat het echt niet iets menselijks is. Hè. Dat is denk ik ook echt een hele belangrijke boodschap. Hè. Dat hoop ik ook echt dat ze dat uit de lessen halen. En dat, daar hebben we ook echt wel zwaar op ingezet. We hebben een onderdeel bijvoorbeeld antropomorfisme. Hè. Dan gaan we het hebben over dat robots vaak inderdaad eruit zien als een mens. Ja. Hè, maar ook, we doen het met allerlei verschillende dingen. We doen het met auto's bijvoorbeeld ook. Hè. Die geven ook menselijke eigenschappen. Of als we op vakantie zijn en we zien een berg en we zien er een gezicht in, hè, dan doen we het ook. Dus zeker. Maar je ziet het met AI, zie je dat ook zeer regelmatig gebeuren. En natuurlijk ook in afbeeldingen die AI vertegenwoordigen. Hè. Je ziet bijna altijd, hè, of robots inderdaad, of een brein, hè, met als een computer. En ook om kinderen daar bewust van te laten worden. Ik denk dat een hele belangrijke les is. Dat het dus niet iets menselijks is. Ja. Ja, en ook die onderscheid. En dat alsnog, weet je, gewoon. En ik hoop echt ook, kijk, hè, we hadden het ook over kansgelijkheid. Als je in aanraking ermee komt of niet. Hè, of je leert wat technologie is en de kansen en de gevaren en zo. En ik merk gewoon, hè, die generatie van kinderen nu in de bovenbouw, die komen heel snel in aanraking gewoon met een mobiele telefoon en heel veel filmpjes die ze zien. En ze kunnen ook heel moeilijk onderscheiden wat echt en niet echt is. Ja. En als je ze eenmaal gewoon attent maakt, hè, gewoon dat het proces zo werkt en dat het inderdaad machinegestuurd is en dat er gewoon gebruik wordt gemaakt gewoon wel van echte dingen, maar dat dus gewoon door gewoon de technologie wordt aangepast, dan kijken ze ook veel kritischer naar wat ze gewoon ontvangen of binnenkrijgen aan beelden van, ja, dit klopt niet, of zou dit echt of niet echt zijn? Dus dan op, dus ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ik vind dat AI ook toch een stukje urgentie erbij heeft gegeven, die ook echt noodzakelijk was, hè? Want we zijn er nog steeds niet. Maar AI heeft wel een beetje die urgentie nu verhoogd. En dat er gewoon toch, we dachten eerst gewoon, ja, het is een hype, het blijft niet wel. Maar ja, we zien alleen maar dat het eigenlijk versnelt. Ja. En zeker als je tech-savvy bent, hè, net zoals jou en ik, wij moeten ons ook gewoon constant, oh, kan je dit nu ook ermee? Oké, hoe zit het in elkaar? Weet je, je moet constant, het gaat veel sneller hoe wij moeten bijbenen, ook om bij te blijven met de technologie. Ja, zeker. En nog even terug inderdaad naar het echt nep verhaal. Hè? Dat ook de bewustwording van, dit kan wel eens het jager worden, dat we echt een nep echt niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. Ja. En dat ook gewoon daar wel eerlijk in zijn. Hè? Dus ook naar kinderen toe. En daarbij wel ook inderdaad die lessen mediawijsheid, hè, wat jij ook aangaf van, ja, maar wat zijn dan de beweegredenen voor mensen? Hè? Waarom wordt eigenlijk dit soort nepbeelden de wereld ingeslingerd? Hè? Wat is het idee daarachter? Ik denk dat als je kinderen dat al van jongs af aan eigenlijk leert, dan kan dat gewoon van grote meerwaarde zijn, ook voor de rest van hun leven. Gewoon altijd toch kritisch kijken, gewoon eigenlijk naar alles. Ik zou haast zeggen, alles wat je op internet ziet, wees daar gewoon ook kritisch naar. Ja. Ja.
Ja, en daarom hè, wederom het belang om wel digitale geletterdheid te doen op scholen. 100%. Ik bedoel, dat ja. is iets gewoon... En ook om juist, hè, wat je ook zei, ook leraren te helpen... die niet zijn opgegroeid gewoon in die digitale ja. maatschappij. Of deels wel, maar die ook niet die scholing hebben gehad... om ze wel echt te helpen om die vaardigheden ook onder de knie te krijgen. Maar dat geldt voor de hele maatschappij als je het aan mij laat. Dus dat vind ik echt wel ja. voor nog steeds gewoon... Hè, mensen zijn heel erg naïef over het feit dat ze gehackt kunnen worden... omdat zij niet weten hoe een hacker te werk gaat... en dat het eigenlijk gewoon jouw eigen persoon maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want ja. het is gewoon een beetje net zoals de loterij... maar dan echt aan de verkeerde kant. Ja, nou ja, dat is ook zo. En wat je zegt, het houdt inderdaad... het is niet, geldt niet alleen voor kinderen, het geldt voor ons allemaal... Ja, dat is het ook. Ja. Hè? Dus ja. we hebben nog echt wel genoeg werk te doen op dat gebied. We hebben een traditie bij de Teacher Tech Heroes. Is dat we altijd afsluiten met de gouden tip, Bas. Dus en dat is een gouden tip van jou voor het onderwijs. Dicht bij jouw onderwijshart. Ja. Dus ik wil je ook vandaag vragen. Ter afsluiting van ons mooie gesprek. Van wat is jouw gouden tip, Bas? Ja, mijn gouden tip zou zijn. Blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig en blijf inderdaad dingen uitproberen. Dus wat ik ook zei met die AI bijvoorbeeld. De enige manier waarop je het leert is door dingen te gaan uitproberen. En tegen de beperkingen aan te lopen. Of juist achter te komen dat het ergens heel erg goed in is. Maar dat ervaar je, dat leer je alleen maar door het te doen. En blijf nieuwsgierig naar de ontwikkelingen. Dus blijf media volgen. Probeer nieuwe tools uit. Wees je wel bewust van je eigen privacy natuurlijk. Ja, is wel weer een belangrijke om het over mediawijsheid maar weer te hebben. Maar dat zou eigenlijk mijn gouden tip zijn. Blijf nieuwsgierig. Ja. Super mooie tip. Nou, de lessen zijn dus te vinden op de website van FutureNL. Hè. Ze zijn gewoon kosteloos te downloaden. Hè. Dat is gewoon vanuit de stichting komt dat. Dus ik hoop dat heel veel leraren denken van... wauw, dat gesprek met Bas en Laura, dat was leuk. Ik ga toch even aan de slag. Ja, de lessen staan inderdaad op LessonUp. Leskanaal van FutureNL. En dat geldt ook voor Ginzy. Ja. Ja, helemaal top. Nou, hopelijk zien we echt gewoon heel veel leraren dit toepassen in de klas. En super bedankt voor je tijd en jouw inzichten vandaag, Bas. Ja, jij bedankt voor mijn uitnodiging. Dus hartstikke leuk. Dankjewel. Oké, hoi. Doei.